CDA Jan Westmaas is de nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Dat heeft commissaris van de Koning Leen Verbeek bekendgemaakt. En Westmaas is de opvolger van de vorige week opgestapte Harald Bouwman. Verslaggever Koen Peters is op de redactie. Koen, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt uh, Jan Westmaas al even kunnen spreken. Wat kon hij over zichzelf vertellen? Nou, hij schetst even zijn achtergrond, wat hij gedaan heeft. Hij is lang advocaat geweest in Dronten en Zeewolde. Werd vervolgens in Dronten wethouder tot 2005. Is toen burgemeester geworden in Meppel. Elf jaar lang. En toen hij daarmee ophield in 2016, ging hij weer terug richting de advocatuur. Als jurist werkzaam bij een, bij een advocatenbureau. En anderhalve week geleden kwam het telefoontje. Wil jij burgemeester worden? En dat telefoontje kwam van commissaris Van de Koning, Leen Verbeek. De gedachte was uh, eerst. Uh... Over welke gemeente gaat het? En dat wist ik op dat moment niet. Dat wist ik pas nadat jullie plopje op maandagmiddag uh, kwam: uh, dat uh, de heer Bouwman uh, vertrok als burgemeester van de Noordoostpolder. Ja, ja, gaat dat zo? Wordt dan gevraagd: kunt u nee. aan de slag aan de burgemeester, maar we vertellen nog niet waar. Dat, daar moet u nog even wachten. Nou, dat heeft te maken met het tijdstip waarop ik gebeld werd, en uh, de, de vertrouwelijkheid en de geheimhouding rondom uh, uh, het vertrek van uh, mijn voorganger. Ja, die voorganger, Koen, Harald Bouwman dus, die maakte vorige week zijn vertrek bekend vanwege een verschil van inzicht over de manier waarop de gemeente Noordoostpolder moet worden bestuurd. Daarnaast werd Bouwman ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daar is onderzoek naar gedaan, maar er zijn geen bewijzen voor gevonden. Zijn dat zaken waar die nieuwe burgemeester dan nu ook mee aan de slag moet? Ja, vooral dat eerste punt wat je noemt, die bestuurscultuur en het normaliseren van de verhoudingen, dat is echt een opdracht die hij meekrijgt van de commissaris om daarna te gaan kijken. Dus het is geen gewone waarneming. Hij moet echt even kijken naar de verhoudingen tussen het college, de raad, de ambtelijke organisatie en de positie van de burgemeester. Daar wil ik een terugrapportage op hebben van hem, een ambtsbericht. En pas dan gaan we praten over het profiel van de nieuwe burgemeester. Dus het zorgt ervoor dat deze interim burgemeester er langer zit dan gebruikelijk is bij een interim? Ja, uh, wat gebruikelijk is, ik ken die norm niet zo goed, maar uh, het is in ieder geval niet iemand die even op de winkel past totdat de nieuwe burgemeester er is. Hij moet eerst een opdracht vervullen, daarom benoem ik hem ook voor onbepaalde tijd. Uh, en uh, we zullen zien, de tijd zal leren wat dan het goede moment is dat hij weg kan. Ja. 2021, denkt u aan? Ja, als ik probeer rationeel daarnaar te kijken, dan lijkt dat een uh, reële planning te zijn. Maar als het sneller kan, zullen we dat niet laten. Uh, en als het langer moet duren, uh, schuw ik dat ook niet. Want het is u duidelijk geworden dat er wel eerst naar een aantal zaken gekeken moet worden. voordat je ja, daar een volwaardige, echte burgemeester aan de slag gaat. Ja, ik, wat er nu gebeurt is, dat is natuurlijk voor iedereen heel vervelend. En dat wil ik geen tweede keer meemaken. Uh, er zijn heel veel waarheden in de discussie uh, over wat er nou precies aan de hand is. Ik sta uiteraard toch op afstand daarvan. Dus de nieuwe waarnemer moet daar echt eens even zelf naar gaan kijken. en een eigen oordeel vormen. Ik hou wel van. Uh, opdrachten, uitdagingen, puzzels die opgelost moeten worden. Nou, en ik uh, zal me daar volle 100%, 100% uh, voor inzetten. Koen, de fractievoorzitters in Noord-Oostpolder uh, hebben gisteren ook even de hand kunnen schudden van Jan Westmaas. Viel die in de smaak? Ja, dat gesprek wat we hadden, dat duurde zo'n half uur, drie kwartier. Dus dan kan je natuurlijk niet echt een beeld vormen van iemand. Alleen een eerste indruk krijg je dan. Ik sprak twee fractievoorzitters en die hadden wel een, uh, een goede indruk. Die zeiden van ja, hij gaf aan, je geeft elkaar aan het begin van een vergadering bijvoorbeeld een hand. Maar ook na afloop. En dat aan het begin, ja dat doen we nu wel in de Notauspolder. Maar dat na afloop, ja... Dat kan misschien inderdaad wel wat beter. Dat als je het over de inhoud met elkaar oneens bent. Je wel achteraf zegt: oké, okay, dat is de inhoud. Maar persoonlijk kunnen we wel goed door één deur. En je proeft het toch wel dat dat op dit moment niet helemaal lekker loopt om het maar even zacht uit te drukken. Dus ja, daar heeft Westmaas wel een taak aan om dat weer op de rails te krijgen in de notolspolder. Goed, Kom Peters, dankjewel.